Wereldkampioens DNX Tibar is ook niet naar Ronsen gekomen om alleen. De Belgische kampioen krijgt met de klap ook enkele seconden voorsprong. De grote prijs Mario de Klerk in Ronsen is de opener van de eerste manche van de Bipox Banktrofee na een ware. Op 40 seconden achter Nijs rijdt DNX Tibar rond in het gezelschap van Tom. En wereldkampioens DNX Tibar aan de start. Van der Poel, Pauwels en Van Torp. Tot Mathieu van der Poel beslist om een demarrage te plaatsen. Van Aert over de kop op een hellend stukje. Ronde is ook dit jaar belangrijk in de Bipo. Hoger. Het is meteen zweten geblazen voor de concurrentie. En daarachter hangt nog steeds hetzelfde viertal. Tussensprint. Sven Nys is ook op de afspraak en kraait de 15.